Uiteraard verloopt in het verhaal niet alles zoals wij zouden willen. Men heeft al verschillende plannetjes geopperd om de club te redden. En eentje daarvan was eigenlijk de club zelf te overvallen. Ik geef u een klein beetje van het verhaal mee, zodanig dat u de dansen ook iets beter kunt meevolgen. De bedoeling is om een aantal mensen van de club zelf de club te laten overvallen. En zo op een goed blaadje te proberen staan, want uiteraard worden die overvallers overmeesterd. En zo komt men dan, hopen de dorpelingen, op een goed blaadje te staan bij de dochter van signor Spinazi, Barbara Spinazi. Uiteraard is dit, of wordt dit plannetje met heel veel geestdrift ontvangen. En Crazy Joe, de dorpsgek, voilà, hier heb je hem, is uiteraard heel tevreden over dit plan. Eindelijk, voor de eerste keer in zijn leven, kan hij eens een echte crimineel spelen. Daarom het volgende nummer met de volgende dans, Smooth Criminal van Michael Jackson. Muziek! You've been hit by a smooth criminal.
klein beetje vroeger in het verhaal wordt onze vriend Aldo Spinazzi uitgenodigd om samen met Conchita, de baarvrouw, een vrij intieme dans te doen. Dit tot groot ongenoegen van zijn dochter, zo zal achteraf blijken. Senor Spinazzi heeft op zijn beurt ook uiteraard een boontje voor deze lieve baarvrouw. Helaas, Barbara Spinazzi, de dochter, heeft het daar zo niet op begrepen. Desalniettemin, hij heeft zijn hart verpand aan Conchita, gaat hij toch in op de uitnodiging om samen met haar een dansje te placeren. Het volgende nummer dat onze kids voor u gaan brengen is Big Spender. Muziek! The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, real big spender, good looking, so refined. So glad you made to note. Well, let me get right to the point. I don't pop my quote for every man I see. A little time with me. Say, wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. So let me get right to the point. I don't pop my club for every man I see.